Etappe 4 van de ZLM Tour met de start in Rukve en finish in Mierlo. Het is een volledig vlak etappe door Noord-Brabant, 196 kilometer totaal. We starten in het westen van Brabant en rijden dan richting het oosten, richting de finishplek in Mierlo, waar uiteindelijk de 3 lokale ronden worden verreden. De strijd op de kopgroep die is in het begin tamelijk intens. Veel renners willen mee zijn in de ontsnapping. Dan lukt uiteindelijk 7 mannen. Wirtgen, Raïm, Juntoune, Van der Horst, Van der Meer, Bouvier en Jordens. Het peloton controleert rustig, laat het verschil niet al te ver oplopen. Dan moeten Jordens en Van der Horst lossen vooraan en houden we 5 man over. Wirtgen, Raïm, Juntoune, Van der Meer en Bouvier die zien de voorsprong steeds verder teruglopen op het peloton. En bij het ingaan van de laatste lokale ronde valt het peloton de vluchters op de nek. Maar, zegt een van hen, Wirtgen is dat, daar leg ik mij niet zomaar bij neer. Ik ga er vandoor, ik ga er proberen nog zo lang mogelijk voor te blijven rijden. Misschien wel op weg te gaan naar, wie zal het zeggen, ritwinst. Maar dat wordt natuurlijk lastig. Wirtgen wordt ingerekend op 8 kilometer van de finish en dan zien we een nieuwe aanval. Deze keer is het Jelle Bootsveld. En hij fietst vrij snel een aardige voorsprong bij elkaar. In het peloton wordt de sprint voorbereid. Met de treintjes van Alpecin, met Marechko, Jumbo Visma, met Kooi, DSM met Welsford. En hier aan de rechterkant van de weg zien we een harde valpartij van een van de renners van Alpecin. Dat is Joran Wisseuren. Betekent dat Marechko een renner minder in steun heeft in de sprintvoorbereiding. Bootsveld wordt dan ingerekend op 3 kilometer voor de finish. En dus betekent dat we gaan spurten met een compact peloton in Mierlo. Jumbo Visma piloteert Kooi wederom uitstekend. Daar ligt het zeker niet aan. En Kooi krijgt een nieuwe kans om zich te gaan mengen in de strijd om de ritzegen. Kooi gaat er dan als eerste vandoor. In de gele leiderstrui ziet Kooi dan rechts Dupont passeren. En dan aan de linkerkant van de weg, rechts in beeld, duikt Viviani ineens op in het groen. Dan gaat het tussen Dupont, Kooi en Viviani. Ja, wie wint er dan? Dat is op de eerste oog niet meteen duidelijk. Maar het wordt al wel snel duidelijk dat het Dupont is die zijn wiel als eerste over de meet drukt. Volledig links in beeld, Dupont die vecht dan een duel uit met Kooi. Het is heel lastig te zien op dit beeld. Maar Dupont is toch echt de snelste van allemaal. Heeft veel tegenslagen gekend, dierbare verloren in korte tijd. En Dupont toont op deze manier veerkracht. En daar kunnen we alleen maar veel respect voor hebben. Dupont wint voor Kooi en Viviani. De klein op 4, verder Selby, Marechko buiten de bonificatie. Wel top 7 van St. Maartensdijk op 8, Greder op 9 en Rush sluit de top 10. Dan door naar het klassement. Kooi steviger in de leiding, pakt bonificatieseconden. 17 seconden nu de voorsprong op Viviani, 18 seconden op Marechko. Verder Van Poeken, Lauk, Turner, Van Dijken, De Klein, Van Schip en Kopecky.